Zit er verder nog wat in of zo? Want ik ben. Ik heb het altijd hoor. Als ik cadeautjes krijg, pakketjes, wat dan ook. Ik weet dat ik alles eruit heb gehaald, maar toch check ik ook altijd even of er niet iets in zit. Hoi, hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering op mijn kanaal. Het is natuurlijk alweer een enige tijd geleden dat ik wat van me heb laten horen. En dat klopt, want ik heb ook lekker vakantie gehad. Ik heb heel veel gedaan de afgelopen tijd, maar heb ik niet opgenomen voor jullie. Vandaag gaan wij gewoon iets nieuws doen. Iets bijzonders. Iets angstaanjagends. Ja, ik weet echt totaal niet wat mij te wachten staat. En ik ben dus reuze benieuwd wat eruit gaat komen. Waar heb ik het over? Ja, jullie hebben het al een beetje zien liggen. Dat is dit pakketje. Ja, dat is het eigenlijk. Een internationaal pakket is het. En ik ben echt reuze benieuwd. Laten we het eens open gaan maken. Jolanda zei dat ik dit op moest nemen. Want dat zou leuk zijn voor jullie. Voor mensen die dit ook misschien overwegen te doen. En dat liet mij alleen maar in meer vragen achter, zeg maar. Oh, het gaat echt niet open zoals ik verwacht. Gaat goed komen, gaat goed komen. Ik moet alles bewaren wat hierin zit. Ik weet echt totaal niet wat ze heeft aangevraagd. Dus ik vind het echt spannend. Want ze heeft ook, het schijnt een test te zijn. Ik mocht dit opnemen, dus ik ben echt een reuze. Dit komt eruit, dus. En wat is het? MyHeritage DNA staat erop. Ik heb er wel eens van gehoord. Dus hiermee kan je een onderzoek uitvoeren. En dan kan je dus weten waar je voorouders vandaan komen. Hoeveel procent je bijvoorbeeld Chinees bent of Turks of Amerikaans. Weet jij veel? Misschien ben ik wel Inuit. Dat weet je niet. Dit vertelt dat. Dit kan dat. Dit gaat een test bij je doen en dan kan je zien hoeveel procent je overal vandaan komt. Ik ben benieuwd wat ik moet gaan doen. Ik vind het spannend. Oh shit, het gaat ook uit elkaar. Ik weet ook niet. Oh, het gaat ook echt niet verder open dan dit, weet je. Het is. Holy shit. Oké, ik dacht dat het gaat. Ik vind het heel spannend. Het gaat ook niet meer verder open dan dit. Het is. Zit er nog wat onder? Nee, dit is het gewoon. Dit is kick, man. Nou ja, goed. Ik denk dat we dit gewoon gaan openen. En. Ah, kijk. Dat is altijd leuk. Er zit een kaartje in. DNA kit. Activation reminder. Activate your DNA kit before sending back your sample. Ik zie echt heel veel informatie. Er komt echt heel veel informatie naar boven. Ah. Oké, nou, dat is goed om te weten. Voor de beste resultaten. Alsjeblieft, drink niet, eet niet of kauw geen kauwgom of rook niet 30 minuten voordat je je DNA sample gaat collecten. Dus ik moet DNA verzamelen. Oh jeetje, dan staat hier echt gewoon helemaal hoe je het moet doen. Hoe je allemaal stapjes, het lijkt wel een IKEA handleiding gewoon. Echt, dat ongelooflijk. Nou, ik ben echt reuze benieuwd, dat moeten we dus gaan doen. Het is best wel een vet symbool, ik bedoel. Het is echt vet. Het is vet. Ik vind het echt mooi. Even kijken, dan zit hier. Oh my god, echt, ik weet niet of ik dit mag laten zien, maar er zitten twee van die dingetjes in, daarin worden waarschijnlijk bewaard. Oké. Dus met deze dingetjes moet ik het dan, wat zijn, moet ik het, mijn wangvlies, eentje aan die kant en eentje aan die kant. En dan moet ik het daar, denk ik, wat staat er, dan moet ik het afknippen, denk ik. Oh my god, het ziet er echt zo professioneel uit. Het lijkt echt net alsof ik een soort van. Ik weet niet wat ik ervan moet denken, maar het lijkt net een soort van crime scene investigation set. Het is echt bizar. Dus dit stop ik er lekker weer terug in. Ik doe de doos dicht.
Ik ga eventjes even kijken. Het is nu avond. Over een kwartier ga ik weer terugkomen. Dan zet ik jullie weer aan. Dan gaan we de potjes eruit halen. En dan gaan we alles zo goed en zo kwaad als maar kan. Gaan we dat doen. En dan ben ik echt reuze benieuwd of het goed gaat. En dan moeten we het versturen. Dan moeten we het op de pols doen. En dan zien we het gewoon een paar weken niet meer. En dan krijgen we via die app, kan je dan kijken waar je envelop is. Wat de stand van zaken van je onderzoek is. Dat staat er ook allemaal bij. Dat laten ze dan ook allemaal zien. Je kan het helemaal trekken en tracen. En vervolgens zie je dus het resultaat van dit onderzoek. We gaan het zien. We gaan het gewoon zien. En ik neem jullie mee naar dit avontuur. We gaan het open doen, we gaan het gewoon doen. Ik ben echt reuze enthousiast. Ik wil dit doen. Ik vind het super gaaf. Super, super. Zo dorst dat ik gewoon niet meer uit mijn woorden kom. Zo excited en zo dorst heb ik. Tegelijkertijd, dat kan. Activate your kit online. Heb ik gedaan. Do not skip this step. It is necessary to get your results. Visit bla bla bla. Heb ik al gedaan. Oké, op mijn mobiel. Dus ik heb een app geïnstalleerd. Ik heb me geregistreerd. Deel 2. Open de testkit en layout die unopened swaps en files on a clean surface. Ik vind dit wel clean. Denk ik. Het is clean, ik heb het schoongemaakt. 3. Remove one cheek swab from its wrapper and use the swab head to scrape the inside of one of your cheeks while rotating the swab for 30 to 60 minutes. Dat is een hele minuut. Hoe werkt dit? Oh my god. Oh, hier staat een dingetje op dat ik het hier moet lostrekken. En daar ben ik altijd zo niet goed in, jongens, dames en heren. Oh, daar heb ik een vliebeltje. Hij mag het niet op de grond vallen, anders kan ik. Dat gaat hier. Oké, dan moet ik rotaten. Nu dus. Oké. Jeetje, wat duurt zo'n minuut toch lang dan, hè? Dan moet ik open one file. Oké, open one file. Dat is heel eng. Dus nou zit hij er dus in, de swap. Dan moet ik hem dichtdraaien. Nou zit hij erin. Wow. Kicken. Oké, dat is die kant. Nu moet ik swap the other cheek with the second swap. Insert the swap with bla bla bla. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan de andere kant. Dus. Oké. Jongens, het houdt gewoon niet op. Oké, we gaan nu de tweede in het potje stoppen hier zo. Kijk, dat gaan we dan op. Hey, de belletjes komen eruit. En dan moeten we weer. Yes. Je hoorde hem. Het was de plop weer. We doen als de wieden weer gaan doen het dopje op het potje. Het ziet er echt. Dus nu hebben we van links en van rechts hebben we potjes gevuld. De stokjes zijn gebroken. Oké, nou zitten het dus netjes in. Hè? Je ziet ze allebei. Ze zitten nu allebei in de plastic zak. Dan moet het hierin. Dat wordt sowieso een hele uitdaging om dat hierin te krijgen, denk ik. Moet dit briefje op de post doen? Mail die envelop bij je postkantoor. Expense to our DNA lab. Dus ik moet dit nu op de post doen. Genoeg postzegels erop plakken, zodat het goed in Amerika aan kan komen. Dan gaan zij het onderzoeken. Kan ik het bij gaan houden op de app hoe ver ze zijn met hun onderzoek. En dan krijg ik binnen 2 à 3 weken, net zolang hoe de post er maar over doet,
mijn resultaat over waar ik vandaan kom. Waar mijn voorouders vooral vandaan komen. Ik ben reuze benieuwd. Ik dank jullie nogmaals uit de bodem van mijn hart voor het kijken van deze video. En hoop dat jullie de volgende keer net zo in spanning meekijken naar wat de uitslag gaat zijn. Zit ik er dichtbij? Zit ik er ver weg vanaf? Ben ik gewoon dadelijk gewoon een Rus of zo? Weet jij veel? We gaan het zien. We gaan het zien. Nogmaals, vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren. En nogmaals, bedankt voor het kijken. En nogmaals, tot de volgende keer. Man, ik ben zo benieuwd.